Eerder dit seizoen 0-0 in de beker, een nipte nederlaag voor Heracles uiteindelijk. Over het algemeen niet heel veel succes tegen Feyenoord. Jurgensen, Kukje, Berghuis. Keetje buitenom met rechts de voorzet in de handen van Blaswieg. Ding. De Latorre, Vloed. Dat is goed gedaan. Quagliata heeft ruimte. Vloed heeft het gezien. Dan moet Berghuis dus mee naar achteren. Burgzorg. Quagliata is door. Krijgt hij de bal daar ook? Voorlopig niet. Burgzorg krijgt hem. Uiteindelijk met een beetje geluk nog voor zijn voeten. Het schot gepakt door Bijlo. Maar Wormoed zei het al in aanloop naar dit duel. Berghuis, dat hij weer meedoet. Ja, dat is vervelend, want hij is de beste speler van Feyenoord. Hele goede voetballer. Maar hij moet ook heel veel mee verdedigen. Want op die linkerkant van Heracles, daar ligt een wapen met Burgzorg. Botteguin. Sinisterra, Berghuis, mooi meegegeven. Jurgensen zelf wordt lastig. Dan met de voorzet, die is op zich goed, maar werd door Schoofs nog net op tijd doorzien. Toornstra kwam daar heerlijk vrij. En Jurgensen had dat gezien. Kopbal Botteguin. Goed, fout van Berghuis. Komt ermee weg. Berghuis gaat de bal helemaal halen. Waar gaat Sinisterra? De bal van Berghuis is dan lastig, maar hij krijgt hem nog bij Jurgensen. En Jurgensen schiet dan te slap. Dat was van Berghuis een geweldige assist op de assist geweest natuurlijk. Laat zich helemaal zakken om de bal zo'n beetje van de voet van Bijlo af te halen. Hij levert dan deze paas op Sinisterra af. Die mag er wel zijn. Dan timed Sinisterra goed. Veel beter dan Knoester. En verwacht je meer venijn toch uiteindelijk ook bij Jurgensen. Weer iets te strak blijkbaar die bal voor de Latorre. Dus ook deze van Berghuis was echt niks mee te beginnen. Burgzorg. Geen overtreding, Geertruida. Toornstra prima naar Sinisterra. Kukcu. Zou kunnen. Het wordt eerst Berghuis. En dan is hem afzwaaien. Toornstra. Berghuis. Sinisterra wil klaarleggen voor Kukcu. Past net niet. Heel kort is Berghuis daar weg. Het schot van richting veranderd. Ah, dat maakt het nog een beetje lustig. Handig van Haps, waardoor Fadiga is uitgespeeld. Sinisterra, waarom niet terug op Haps? Hij krijgt hem alsnog. En daar is Berghuis en het blok van Knoester op precies het juiste moment voor Heracles. Want dit is de beste kans in de wedstrijd. En hij valt ook precies bij Feyenoord voor degene bij wie ze zouden willen dat hij valt. Dat was niet genoeg in een hoek, want daarachter lag Blaswieg toch ook wel aardig in de weg. Komt daar Loert weer op die paas, nu is hij goed. Burgzorg. Azawi. Bal valt voor Vloed. Oh, mooi paasje. Het is voorlopig geen buitenspel. Nee, vlag blijft omlaag.
Hij lijkt zelf te kunnen schieten, maar kiest voor de paas op Azaoui. Dit is echt zo'n goede paas. En dan moet Azaoui daar toch sterker zijn in dat duel. Kijk, dit geeft aan wat de belangen zijn. Voor Heracles is er dus echt nog wel een serieuze kans. Zeker met 2 punten erbij. Feyenoord, omdat ook Vitesse niet op winst staat. Met 2 punten erbij. Komt dan weer binnen schietsafstand. En doet dan maar hopen op Ajax dat sportieve plichten tot de laatste speeldag. Kortom, winnen kan voor allebei nog echt wel een route opleveren naar het gewenste resultaat. 1 plekje stijgen. Hier wordt goed gegleden door Vloed. Vloed blijft even liggen. Voelt aan zijn hamstring. Een beetje lijkt er aan te geven. En de categorie onmisbaar voor een ploeg. Dan kom je toch wel heel snel bij hem uit. Hij leidt zelf het balverlies in de achtervolging. Daar met de sliding. Tikt de bal. En voelt dan meteen aan zijn hamstring. Ja, hij gaat erbij zitten. Dit is heel sneu voor de beste speler van Heracles dit seizoen. De meeste doelpunten, de meeste assists. Ongelooflijk belangrijk voor Heracles. Maar hij moet er met een hamstringblessure vanaf. Oeh, lekkere voorzet. Goeie bal hoor. Hij leek perfect om in te lopen. Kom er net niet aan. Schreeuwde nog, maar geen overtreding op hem. Loending. Loending, aardig paasje binnendoor. Nog een bal, breed en hij zit erin. Maar geweldig, Bijlo 2 keer. Fadiga schiet 1 keer zelf. Daar waar een balletje breed misschien nog wel iets meer voor de hand had gelegen. Goeie actie van Loending, slim balletje. Maar Bijlo 2 keer. Nou, er zit wat pit in Heracles. Dat hebben we in de eerste helft nog niet zo heel veel gezien. Balletje op Burgzorg. Die is recht op de keeper. Kukcu. En die zit erin. Fout toch van Blaswieg die bal verkeerd inschat. En uit het niets werkelijk de voorsprong van Feyenoord. Want ze creëren vrijwel niets. Kukcu krijgt de bal. Simpele 1-2. Het schot. Ja, het is gewoon een fout. De bal wordt niet aangeraakt. De zwabbert niet overdreven. Blaswieg moet deze hebben. Heeft hem niet. En Feyenoord leidt. Azaoui. Die gaat liggen en krijgt een penalty. Daar leek toch ook wat een overdreven val bij te zitten. Hoeveel is hier aan de hand? Ja, hij wordt uiteindelijk daardoor Botteguin geraakt. Geen Vloed, maar Bakis achter de bal. Sinan Bakis. En die schiet hem erin. Dat is dan nummer 10 van het seizoen voor hem. En het eerste doelpunt dat hij maakt tegen een ploeg die niet bij de onderste 4 staat. Want al zijn andere 9 doelpunten kwamen tegen de ploegen die nu knokken tegen degradatie. En voor zijn laatste wedstrijd een luid applaus van de paar mensen die erbij mogen zijn. Ja, ook hij, zoals zoveel, had echt een mooier afscheid verdiend dan dit van zijn Heracles. Bakis, Quagliata. Handig. Texera, Berghuis. Daar komt Haps. Breukers in de achtervolging. Bozenik voor het doel. Daar is Bozenik. Ah, die krijgt zijn hoofd wel tegen de bal. Maar was niets te doen. En nu bal ook nog eens keer goed te kop. Dat is echt een kans. De voorzet was niet makkelijk voor Bozenik. Ver. Toornstra. Bozenik voor het doel. Berghuis. Texera. Yo! Daar komt Berghuis. Daar is hij wel met de kans, maar hij komt naast. Ah, de hoek is te moeilijk.
Berghuis neemt. Weer wat te hard toch eigenlijk. Oh, uitverdedigen niet helemaal goed. Bottekin is daar dan nog. Breukers. Er is nog wat tijd voor een aanval. Richting Senesi, die nu voorin is gebleven. En dan fluit hij nu al af. Ja, ik vind het erg vroeg met nog 3 wissels in de extra tijd. Maar goed. 1-1. En daar schiet Feyenoord helemaal niets mee op. Je kan altijd naar anderen kijken. Maar om naar anderen te kunnen kijken, had Feyenoord zelf 2 keer moeten winnen. Dat heeft het niet gedaan. Bottekin moppert nog over die penalty. Dat zal Feyenoord wellicht nog wel even blijven doen. Hij is boos, vond het helemaal niets. Maar Manschot vond het genoeg voor een penalty. En daarmee staat voor Feyenoord vast dat zij play-offs moeten gaan voetballen.